maar ik weet wel dat Kevin Voorhout 1-0 voor is gekomen zojuist tegen Joe Davis. Davis, die gisteren avond al speelde tegen de Belg Kenny Nijens. Toen was het de Belg Nijens die met 4-0 van Davis won. Omdat Davis hier dus ook met 1-0 achterkomt, betekent dat dat we Davis in ieder geval morgen niet terug zullen zien in de finale. 100! Dat Voorhout het mag gaan uitmaken tegen Nijens vanavond, wie er wel doorgaat. En ik heb al heel veel dartstijlen gezien in mijn leven. En ook heel veel vreemde dartstijlen. Maar de manier waarop de Nederlander Voorhout staat is wel een heel apart. Kijk, hij gaat staan, dan buigt een hele rare knik maakt hij in zijn lichaam. En dan gaat hij staan. Maar ja, het is wel effectief tot nu toe. Want dan gooit de trippels makkelijk. Maar je kunt je toch voorstellen bij zo'n jonge man. Hij is 17. Ik weet niet hoe lang het is volhoudt met je lichaam om zo te blijven staan. Heel natuurlijk komt het niet over. Joe, you require 157. 157 ondertussen voor de Engelsman. 60. Kevin, you require 100. Een Voorhout op 100. Triple 20 heeft hij nodig. Die zit er toch een stukje vandaan. 44. Joe, you require 97. En Davis voor triple 19 en tops. Nu naar de 18. Maar dat gooit hij ook niet. 39. Kevin, you require 56. En dus is het weer uit naar tops. 16. Oh, iets te snel gegooid. Joe, you require daardoor 15. Ver ernaast. Davis, 18 en tops. Om in ieder geval zijn eerste leg van de Zuiderduin Masters 2012 binnen te halen. Ja, en dat lukt hem. En zo staat ook hij op het bord. Third leg, it's Joe to throw first. Game on. Werd gisteravond overklast door de Belg Nijens, deze Joe Davis. Hij kon nog wel een excuus gebruiken, Davis, want vanwege het slechte weer in Engeland, sneeuw en ander noodweer, had hij heel veel moeite om naar Nederland te komen. Hij was pas laat hier in Egmond aan Zee aangekomen en had weinig tijd gehad om zich voor te bereiden op die partij. Hij heeft het zeker niet als excuus gebruikt. 121. Maar het zal toch niet geholpen hebben. 15. Won dit jaar het Dortmund 24. Open bij de jeugd, Kevin Voorhout. Dat zal een van de redenen geweest zijn waarom hij hier op de Zuiderduin Masters 100. Mag staan. Davis is namens de Britse Darts Organization afgevaardigd hier naar Egmond. 52. Nou, we hebben al een aantal jeugdpartijen gezien. Met name de Belg Nijens maakte gisteren een hele goede indruk. 85. Joe, die stond heel sterk te spelen. Het hoogste gemiddelde van de jeugdspelers in de eerste ronde. 17. Met 26-37. 135. Laat ook nog even zien dat hij de triples echt wel weet te vinden. Maar moet toch toekijken hoe Davis naar dubbel 18 gaat. En nu naar dubbel 9. En de Engelsman vindt de dubbel 9 inderdaad en komt om 2 in voorsprong. It's Kevin to throw first. Game on.
Ja, ook bij de jeugd spelen we in pools. Twee pools van drie zijn er daar gemaakt. Davis, Voornhout en Nijens. Dus in de ene pool. En Wester, De Zwaan en Gies in de andere pool. Die andere pool weten we inmiddels dat Mats Gies is uitgeschakeld. En vanavond zullen Quinn Wester en Jeffrey De Zwaan gaan uitmaken wie er morgen in de finale staat. 40. In deze pool staat natuurlijk de Belg er heel goed voor. Hij heeft een 4-0 overwinning op zak. En als Davis 45. Hier de partij met Voornhout wint, dan wordt het voor de Belg Nijens vanavond 60. Een makkie. Dan heeft hij maar 1 of 2 legs nodig om door te gaan naar de finale. En dan hoeft hij niet eens te winnen. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstperspectief. 60. Eerst maar eens kijken wat er hier verder gebeurt. Nog even die rare stijl van Voornhout. Ja. Er is geen goede manier of slechte manier om te darten en om te gaan staan. Maar als je naar de Engelsman Davis kijkt, dan lijkt het er toch wel op alsof hij een stuk comfortabeler staat. 45. Dit ziet er toch heel raar uit. Maar goed. 87. We kijken natuurlijk ook een klein beetje vooruit naar de wedstrijden die er nog te komen staan. Als deze jeugdpartij is geweest, gaan we onder andere kijken naar Jan Dekker. 49. Die gaat spelen tegen Richie George. Dekker de Drent die 2 jaar geleden nog de halve finale op Lakeside haalde. 26. En ook de Bullet, Steven Bunting, komt in actie tegen Martin Adams. Dat moet toch ook een kraker van een partij worden. 100. Kevin, you require 164. Voornhout. 48. Joe, you require 105. 48. En betekent dat Davis richting dubbel 16 mag als hij de 13 gooit. Dat doet hij voor een 3-1 voorsprong. En 73. Die mist hij maar net. Nou, dit ziet er goed uit voor de Engelsman. Davis laat zien hier vanmiddag op het podium dat hij absoluut talent heeft. Een Voornhout. Boudens, de eerste leg, kan het eigenlijk niet bijbenen. 30. Joey gaat Ricardo, hier een dikke nederlaag getrakteerd worden normaal gesproken. Davis, triple 15 voor tops. Niet gegooid, triple 10 dan. 45. Die niet. Davis, 20 en tops. Gaat naar de 19 om alsnog dubbel 20 over te laten. En ook die mist hij weer. Ja, dan moet hij terug naar boven. Of naar de 16. En dan laat hij dubbel 18 over. Dat mag ook. Voornhout.
te weinig triples in de laatste legs. En dus gaat de Engelsman richting de overwinning via dubbel 18 of dubbel 9. Nog altijd niet gegooid, maar nu wel. En dat betekent goed nieuws in